Goedemorgen. Vandaag is het Vluchtelingendag. Ja, we hebben op het moment veel te maken natuurlijk met vluchtelingen. En wat kun je daar nou bij tekenen? Daar verzinnen we wel wat op. Teken je weer mee? Vandaag is Vluchtelingendag. Ja, vandaag is het Vluchtelingendag. Ja, wat teken je nou bij Vluchtelingendag? Het is natuurlijk heel erg dat mensen moeten vluchten. En wat kan je daar nou het beste bij tekenen? Nou ja, het fijnste is als ze gewoon een dak boven hun hoofd hebben natuurlijk weer. En dat ze ondergebracht worden. En ja, vaak zie je dat in tenten gebeurt. Dus laten we eens een tent tekenen. Eigenlijk... Laten we gewoon starten met een eenvoudige tent. Haringen. Zo, en hier een ritssluiting. Eigenlijk is dit de meest eenvoudige tent. Hè? Zo. Ja, dit is heel simpel getekend natuurlijk. Ik kan het nog zo doen. Driedimensionaal maken. Hier ook een haring zo. Nou, dit is een klein tentje. Tegenwoordig heb je natuurlijk ook hele grote tenten. En ja, die had je vroeger natuurlijk ook wel. Laten we hem eens een beetje open tekenen zo. Je hebt zelfs tegenwoordig ook prefab woningen. Voor vluchtelingen. Ja, en ik vind gewoon... Hé, je kan er van alles van vinden. Van, we moeten niet zoveel mensen toelaten in Nederland. En weet ik veel wat, bla 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 bla. Maar ik vind wel, als je vluchteling bent... En dan wil je gewoon geholpen worden. Dat zou je zelf ook willen. Hè, mochten wij ooit moeten vluchten... Dan hoop je toch dat je geholpen wordt en dat je een plekje krijgt ergens. En dat je gewoon geholpen wordt. En daarom vind ik eigenlijk ook gewoon dat je vluchtelingen moet helpen. Hoe of wat dan ook. En kijk dan later van, waarom is iemand gevlucht? Wat was de noodzaak? En vluchten is niet zomaar iets. Daar moeten we niet te licht over nadenken. Je laat niet zomaar alles achter. En... Ja, ga zelf ook eens kijken wat voor verschillende tenten er zijn. Je hebt natuurlijk ook nog tunneltenten. Zo. En dan heb je al geen stok. Dan zijn het meer tunnels. En dan heb je... Tegenwoordig zitten daar ook nog mooie ramen in. Zelfs met dakvenster. Dat zijn wel weer geen vluchtelingententen dan, maar... Goed. We hebben jaren op vakantie gegaan met een tunneltent. Tegenwoordig hebben we weer een vouwwagen. Dat kan ook. Nou. We laten ze gelijk even in een omgeving plaatsen. Dan de boompjes en zo. Kijk, dan wordt het al een stuk gezelliger waar ze staan. Hè? Die tenten. En misschien ben je ook wel iemand die vluchtelingen heeft opgevangen. Of werk je in het vluchtelingenwezen? Nou, hartstikke mooi. En fijn dat er mensen geholpen worden. Goed. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.